Rapper Danny heeft een bijzonder nummer opgenomen met de viestact Snollebollekus. Hun gezamenlijke single, getiteld Engelengezang, zal vanaf volgende week strijden om de felbegeerde nummer 1-positie in de jaarlijkse foute 1500-lijst van radiostation Q Music. Deze samenwerking markeert een spannende poging om de top van de hitlijst te bereiken, waarbij beide artiesten hopen op steun van hun fans. Het afgelopen jaar wist Danny de hoogste positie te veroveren met zijn hit Schuld en Breu, die hij samen met Chantal Jansen uitbracht. Deze prestatie betekende een doorbraak, aangezien de jaren daarvoor stevast het nummer links-rechts van Snollebollekes de eerste plaats bezette. Nu bundelen Danny en Snollebollekes hun krachten om opnieuw geschiedenis te schrijven in de foute 1500. De weg naar de nummer 1 positie is echter niet eenvoudig. Het succes van Engelengezang hangt volledig af van de luisteraars van Q-Music. Zij hebben de macht om te stemmen en te bepalen welke plaat de hoogste eer verdient in deze populaire hitlijst. Engelengezang wordt op 30 mei als single uitgebracht. Vervolgens wordt het nummer uitgeroepen tot de foute anthem van Q Music, wat inhoudt dat het gedurende de hele maand juni, die op Q Music bekend staat als de foute maand, veelvuldig te horen zal zijn op de zender. Deze titel verzekert het nummer van uitgebreide airplay en zorgt ervoor dat het liedje niet te missen is voor de fans van foute muziek. De samenwerking tussen Danny en Snollenbolkers belooft een feestelijke en aanstekelijke trek te zijn. Die perfect paast binnen de traditie van de foute 1500. De unieke mix van Donny's rapstijl en de kenmerkende feestvibes van Snollebollekes maakt Engelengezang tot een kanshebber voor de ultieme foute hit van 2024. Fans van beide artiesten kunnen zich opmaken voor een muzikale tractatie die hen gegarandeerd in beweging zal brengen. Met de lancering van Engelengezang op 30 mei begint de race naar de top. Q-music luisteraars hebben de hele maand juni de tijd om hun favoriete foute nummer te ondersteunen en te stemmen op de hit die zij de beste vinden. Of Danny en Snollebollekes erin zullen slagen om de eerste plaats te veroveren, zal afhangen van de inzet en de stemkracht van hun trouwe aanhang. In afwachting van de release kijken muziekliefhebbers en fans van de foute 1500 Rijkhalsend uit naar deze veelbelovende single. Engelengezang belooft een hoogtepunt te worden van de foute maand op Q Music, een periode die bekend staat om zijn uitbundige en nostalgische muziekselectie. Met deze samenwerking brengen Danny en Snollebollekes niet alleen hun muzikale talenten samen, maar creëren ze ook een nummer dat symbool staat voor de feestelijke en vrolijke sfeer van de foute 1500. Zorg ervoor dat je Engelengezang niet mist en stem mee voor de foute 1500 om te bepalen of deze nieuwe hit de nummer 1 positie zal veroveren.